zijn de kluisjes op het Hyperion Museum. Veel mensen zeggen, ze zijn veel te klein. Maar daar zijn wij het niet mee eens. Veel mensen gebruiken hun kluisje helemaal niet of stoppen alleen een jas erin. En andere mensen die gebruiken hun kluisje juist heel veel. Dus je kan beter degene die kluisjes niet gebruiken naar de andere kluisjes. Wij gaan hierover mensen interviewen op het AI en zien we jullie straks daar. We zijn nu op weg naar het AI. En ja mensen, het wordt daar heel spannend. We gaan met z'n tweeën interviewen, ik en Ischa. En dat gaan we helemaal top doen. Vindt u dat we op het Hyperion grotere of kleinere kluisjes of geen kluisjes of zo moeten? Nou, ik denk dat kluisjes in elk geval wel heel handig zijn. Maar het hangt er vanaf hoeveel spullen neem jij mee met je grote tas en met je jas en met je misschien ook nog je sportspullen. Past dat allemaal in één kluisje? Op het Hyperion? Ja. Maar ik ben nooit op het Hyperion geweest. Ik weet niet hoe grote kluisjes zijn. Ja, groter natuurlijk, toch? Ja, de kluisjes. Dat je in plaats van één kluisje, twee kluisjes neemt. Ja. Nou, op zich wel een goed idee. Ja, maar mensen willen soms ook twee kluisjes. Of die willen grotere kluisjes, omdat het allemaal niet past. Maar heel veel mensen vinden dat ook niet handig. Want sommige mensen doen alleen een jas erin of zo. Ja, oké. Maar kun je, hebben jullie zoveel kluisjes dat je iemand ook twee kunt geven? Ja, dat lukt prima. Wil je nou grotere kluisjes of wil je twee kluisjes? Zijn die kluisjes groot genoeg om ook grote spullen in te doen? Als je bijvoorbeeld een hele grote rugzak hebt, of daar past ook een grote rugzak in, een klein kluisje? Ja, u bent het mee eens? Ja, mee eens, ja. Ons interview, daar hebben we geïnterviewd bij het AI. De helft van de mensen was voor en de andere helft was tegen. 50-50, wij zijn nog steeds tegen. We willen geen grote kluisjes, want wij vinden het gewoon verspilling van geld. In ieder geval, dit was ons interview voor vandaag. Misschien komen we ooit nog terug. Waarschijnlijk niet. Maar dat was het interview. En we zien jullie waarschijnlijk volgende keer. Dit is het einde. Doei!